Joost Klein is duidelijk opgelucht nu justitie in Zweden heeft besloten om het onderzoek tegen hem stop te zetten. Op zijn Instagram stories deelt de zanger en artiest zijn vreugde met de woorden Am Free. Dit lijkt een knipoog naar zijn trouwe fans, die de afgelopen maanden veelvuldig de hashtag hekje free Joost Klein gebruikte om hun steun te betuigen. Maandag werd bekend dat er geen bewijs is gevonden voor het vermeende incident waarbij Klein zou hebben gedreigd naar een cameravrouw tijdens het Eurovisie Songfestival. Ondanks deze uitkomst blijft de Europese omroeporganisatie EBU bij haar besluit om Klein te disqualificeren. Klein gaf eerder al aan dat de afgelopen maanden verschrikkelijk zwaar voor hem waren. In zijn verklaring maandag beschreef hij het gevoel van constante onzekerheid, ondanks de wereldwijde steun die hij van zijn fans ervaarde. Elke dag worstelde ik met de vraag waarom het zo lang duurde voordat er duidelijkheid kwam, terwijl ik altijd de waarheid heb gekend, zei hij. Er is nooit een zaak tegen mij geweest omdat er simpelweg geen zaak was. Op dit moment verblijft Klein in Zwitserland, waar hij zich voorbereidt op zijn optreden tijdens het muziekfestival Open Air Gampel, dat aanstaande donderdag plaatsvindt.